Hi, Nina hier en ik ga je in deze video laten zien hoe je MetaMask kunt installeren op je browser. Nou, wat je als eerste gaat doen, je gaat naar uh, de MetaMask website toe en je moet wel uitkijken of in ieder geval bewust van zijn dat er ook wel eens websites in de omloop zijn die niet echt van MetaMask zijn. Maar als die dan dus gaat downloaden, dat je eventueel gescamd zou kunnen worden. Dus wat ik zelf altijd doe is gewoon via Google als ik een nieuwe MetaMask wil aanmaken. Typ je metamask in en dan zie je hierboven eigenlijk al de juiste website. Dus kijk altijd even of er metamask.io staat. Nou, dan klikken we op de link en dan ja, zie je meteen eigenlijk al twee hele duidelijke call-to-actions met download. Klik je op installeren metamask voor Chrome, toevoegen aan Chrome en dan add extension en dan moet hij de extensie even downloaden en dan voegt hij hem automatisch toe. En opent die MetaMask zodat je dus ook een wallet kunt gaan aanmaken? Nou, wat ik zelf altijd wel heel fijn vind, is om even op je extensies te klikken en dan hier dit pinnetje te gebruiken en dan blijft MetaMask dus gewoon ook hier in je uh, bladwijzer staan. Dus kan je heel gemakkelijk dus je wallet openen tegen de tijd dat het is opgezet. Um, nou, dit is dus hoe je MetaMask installeert op je browser. In de volgende video ga ik je laten zien hoe je een wallet aanmaakt.